hockeysticks, tennisrackets, ballen, skielers, schaatsen, wielrennen. Bij de Sportspullenbank in Maarsen hebben Piet en Annelies ze allemaal verzameld. Hier worden sportspullen weggegeven. En om ze te mogen halen hoef je niet per se een minimumloon te hebben. Het gaat ons vooral om mensen die willen sporten, maar die de financiële middelen niet hebben. Die willen faciliteren met sportspullen, zodat ze dus ook echt kunnen gaan sporten. De ballen, skielers en sportschoenen krijgen ze op verschillende manieren binnen. Via de Kliko's, die overal, dus bij tennisverenigingen in Breukelen in de hal. Hier beneden staat er eentje. Dit zijn ook nog mooie schoentjes. Huh? Oh, die zijn hartstikke mooi. Die kan zo, ja, die zijn echt nog helemaal goed. Wat is dit voor ding? En soms is er onduidelijk voor welke sport het eigenlijk is bedoeld. Geen idee. Het loopt nog niet storm, maar Piet en Annelies laten zich daar niet door ontmoedigen. We hopen dat mensen hier naartoe komen, hè? Want het is hard nodig om mensen ook bewust te maken dat dit ook de mogelijkheid is om toch te kunnen sporten.